Vrienden, jullie weten het, ik ben soms wel eens en misschien wel iets te vaak heel erg kritisch over Feyenoord. Ja, en die club ligt heel na aan mijn hart, maar ik wil daar nog wel eens over uitpakken. Over het slechte beleid en dat het daar maar niet op schiet met het professionaliseren van zo'n club. En dan bijvoorbeeld dat ze dan zo'n... zitten ze lang te zeuren daar in Rotterdam over, we moeten een spits hebben en dit en dat. En dan kunnen ze weer niemand kopen. En al kopen ze eindelijk iemand daar uit Slowakije, geloof ik, voor 4 miljoen. En die kan er niet zo heel veel van. En dan uiteindelijk huren ze weer een of andere gozer uit Argentinië. En die kan er dus helemaal niks van. Maar nou even eerlijk is eerlijk. Nu richt ik mij eventjes tot de mensen van Ajax. Ha! Oh, auw! Ik schiet weer in de lach natuurlijk. Maar ik bedoel, ik kan niet meer lachen gewoon. Ik heb gewoon Olympische lachspieren. Die zijn zo dik geworden van het lachen gewoon. Zo dik. Auw! Zie je, dit gaat gewoon niet. Ik kan niet meer lachen om Ajax. Want dat geval met die Haller. Nou zeg, ik bedoel, luister nou even. Nou zitten ze daar al, net zo lang als bij Feyenoord, te zeuren over van, nou, we moeten toch wel eigenlijk iemand erbij hebben in de spits. We moeten toch wel eigenlijk een echte spits hebben bij Ajax. Nou, en nog geleuter en nog gedoe over die spits. Nou, uiteindelijk komt hij dan. Een maandje geleden, of weet ik veel. En toen hebben ze dus 22 miljoen. Hey, kan je voorstellen? Er is nog nooit zoveel geld betaald in Nederland als voor die Haller. 22 miljoen komt hij naar Ajax. Nou, we hebben een spits. We hebben dik in de buidel getast. En daar gaan we dan. En wat doen we dan? We moeten dus binnenkort spelen voor de Europa League tegen Lille. En dan zeggen we dus op kantoor bij Ajax, jongens, maak even het lijstje op voor de UEFA. En dan schrijf eventjes de namen op die nodig zijn voor die wedstrijd. En dan vergeten we, ja, jullie weten het natuurlijk al lang, dan vergeten we die Haller op dat lijstje te zetten. Hé, hey. Auw, daar ga ik weer. Ik kan gewoon niet meer lachen, want het is gewoon te gek. Te gek gewoon. Hoe is dat daar gegaan? Op dat kantoor bij Ajax. Hé, hey jongens, maak even een lijstje voor de UEFA. Voor de wedstrijd tegen Lille. Hup. En aan wie vraag je dat dan? Dat vraag je toch niet aan die gozer bij de slagboom bij de toekomst om even zo'n lijstje te maken? Dat doe je dan toch heel serieus en zelf en check en dubbelcheck? Nee, niet bij Ajax. Nee hoor, dan vragen ze het gewoon aan de eerste, de beste koffiejuffrouw. Maak even een lijstje en die vergeet dan Haller. En dan zegt hij, we hebben het lijstje ingediend en Haller staat er niet op. Dit is onze man van 22 miljoen. Ach. Nou, dan mag je kritisch zijn op Feyenoord. Maar Ajax, jongens, schaam je. En de man die dit gedaan heeft, weet je wat die moet doen? Heel gauw weg.